We gaan vandaag aan de slag met wat techniekwerk. Oké, we gaan met skill gaan we een 8 minuten iemand doen met split jerks. Oké, we gebruiken één object met één arm. Je gaat zo meteen eerst de ene minuut, de even minuten begin je met linkerarm. En dan ga je 4 tot 8 split jerks doen. Oké, waarom 4 tot 8? Puur, want de ene vindt split jerk heel moeilijk en die moet heel veel nadenken. En die gaat maar waarschijnlijk maar 4 herhalingen doen in 20 tot 30 seconden. En dan neem je weer eventjes 20 tot 30 seconden rust. En de ander gaat er wel veel soepeler doorheen, dus dan kan je wat meer reps doen. Want het gaat niet per se om het gewicht, het gaat gewoon om dat je veel herhalingen doet. En weer gewend raakt aan de coördinatie. Oké, dus je gaat om en om doen met de minuten. Laat ik zo meteen zien. Dan de workout, puur bovenlichaam. Oké, vorige week hebben we ook een vergelijkbaar idee gedaan. Met ook 21-15-9, met alleen maar bovenlichaam duwen en trekken. En nu gaan we alleen maar duwen. Dus we gaan pike of strict hands and push-ups doen. 21, vervolgens 21 skull crushers. En 21 push-ups. Dus alleen maar duwen. Schouders, borst en triceps. Oké, dan 15-15-15, 9-9-9, klaar. Oké, we gaan een gewicht kiezen waar je met moeite die skill crushers unbroken kan. Waardoor je dus zo meteen dus helemaal kapot gaat met de workout. Ja, dan ga je zo naar huis lopen. Voor de warm-up houden we even simpel 8 minuten imom. Begin met 50 seconden cardio. Oké, kan zijn als je buiten komt trainen dat je een machine pakt. Je kan touwtjes springen. Zonder of met touwtje, jumping jacks, wat burpees. Ga 50 seconden gewoon bewegen. Kan ook hardlopen. Daarna gaan we 50 seconden mountain climbers doen. Ja, puur eventjes om de schouders en de buikspieren op te warmen. Dus vanuit hier, knie naar de elleboog. Hou de billen laag en blijf een beetje naar voren leunen. Dan gaan we door met split squats. Oké, 30 seconden ene kant, 30 seconden andere kant. Je gaat dus staan eigenlijk in je split jerk positie. En je gaat naar voren en naar achteren. Dit is gewoon al een beetje gewend raken aan die split waar je zo meteen in komt te staan. 30 seconden en dan wissel je om naar het andere been. Dan doe je 30 seconden, 30 seconden doe je de overhead carry. Dus je hebt één dumbbell nodig voor de hele training. Dan gaan we gewoon even rustig of staan, mag ook. Maar lopen maak je het eventjes heftiger. Maar heen en weer lopen, 30 seconden. Ene kant, 30 seconden. Andere kant. Ja, goed strekken, arm bij je oor. Dan komen we bij de skill. Dus dan gaan we aan de slag met de split jerks. Je begint zo meteen, je gaat even oefenen. En dan ga je beginnen met je linkerarm. Oké, je gaat je benen om en om doen. Dus we gaan een dip maken. Elleboog blijft op dezelfde plek, dus hier beweegt niks. Springen en jerk. Oké, mooie houding aannemen, hak naar buiten. Dus dit is gewoon belangrijk technisch en je arm is naast je oor. Dan ga je stappen, schouder aantikken en andere been voor. Dus hier alweer dat ik deze minder gewend ben. Zo met iets wankeler, hetzelfde idee. Voor, achter en dan weer de andere kant. Dus als het soepel gaat, doe je dus 8 reps, dus 4 links, 4 rechts. Vind je het heel heftig, val je elke keer bijna om, doe je 2 links, 2 rechts. Oké, neem even rust, schud je je armen en je benen. Ga je vervolgens de andere minuut, haal je dus 4 tot 8 keer op je andere armen nog steeds. Ga je elke keer je been wissen. Oké, 8 minuten lang, 4 keer de ene arm, 4 keer de andere arm. Dan tot slot de workout, 21-15-9 zoals ik zei, eerst pike of strict hands and push-ups. Als je een muur hebt en je hebt de kracht om strict hands and push-ups te doen, niet kippen, oké, dat is geen optie, dan ga je dat gebruiken. Oké, je kan wel een beetje schalen met een appmatje of een plaat eronder, anders gaan we een bankje of box gebruiken voor de pike. Je billen goed hoog, handen dichtbij, naar voren en er doorheen. Oké, kies een variant. Waar je de 21 herhalingen in 2 setjes kan. Oké, niet 21 gebroken, dat is te makkelijk. Oké, je moet wel werken voor de workout. Dan ga je liggen. Je hebt één dumbbell maar, die hou je vast. Die breng je boven je hoofd en strek je armen weer. Oké, je wil elke keer eigenlijk net aan je hoofd raken en je armen strekken. Je hoeft dus niet te bewegen met je bovenarm. Je houdt je arm gewoon hier. Tik de grond aan, hier komen ze een klein beetje eroverheen, dan komen ze weer terug. Maar je gaat dus niet helemaal boven je borst, maar boven je hoofd blijven. Dus als je dat gedaan hebt, dan kunnen je triceps niks meer. Mag je omdraaien als je het vanaf de grond doet. Maak het nog erger, dus met push-ups of je gebruikt je verhoging, een box voor de juiste hoogte. En dan gaan we daar dus push-ups tegen doen. Daar wil ik wel dat je eigenlijk, als je voordat je begint, moet je een hoogte hebben waar je de 21 keer gewoon achter elkaar kan. Oké? Zodra je er komt, gaat het echt niet meer lukken en is het al zwaar zat. Dus hou daar rekening mee. Daarna dus 15, 15, 15, 9, 9, 9. En dan is het helemaal klaar. Kan je je haren niet meer wassen.
Later.